Yo, hele goede middag. Welkom terug bij Cars & Numbers. Vandaag wordt het weer een hele mooie dag, want we gaan op stap met een Lamborghini Gallardo V10 Spider. Heel veel toffe content. Het wordt wel een korte video waarschijnlijk, want ik heb maar 20 minuten met de auto. De auto is geregeld door Supercar Experience. Ik heb afgesproken bij de Meren in Utrecht. Ik hoop niet dat we de snelweg op gaan in verband met trajectcontrole. Het wordt sowieso heel erg vet. Heel mooi geluid, want dat is natuurlijk wat uniek is aan deze auto. Ik heb er super veel zin in. Ik ga eerst even genieten van mijn tweede havenmoutje vandaag. En dan vragen jullie je waarschijnlijk af, waarom een tweede havenmoutje? Nou, dat is dus omdat ik net op een hamster lijk. Ik had ze ook zo de Albert Heijn commercial in. Mijn verstandskies is getrokken en ik zie er echt niet uit. Maar het mag de pret niet drukken. Ik heb er zin in. Ik neem jullie mee en we zien jullie daar. Nou, we zijn inmiddels aangekomen op bestemming. En het paardje, de stier staat al op ons te wachten. Hallo! Heel leuk dat jullie de auto hebben gezien en dan gaan we op pad. Anders, hoor. Ja, leuk. Ja, dat is wel even anders. Heel anders. Heel anders. Heel anders. Heel tof wel. Ja. Heel tof wel. Maar je merkt wel heel veel verschil, hoor. Wat rijdt lekkerder? Ja, de GTR. Het is steeds de droom, de GTR. Ja, nee, leuk. Dit is heel tof om mee te maken. Dat was het ritje in de Lamborghini Gallardo V10 met maar liefst 520 pk. Ik heb genoten, het was een toffe rit. Heel anders dan de Ferrari en dan de GTR waar ik in heb gereden. Zeker de moeite waard.
Ik ga even naar huis en dan nemen we hem even door. We maken nog heel even een kleine pitstop op de terugweg. Lauwman exclusive. Ik zie geen moer natuurlijk. Maar hopelijk staat hier wat leuk is. Nou, we zijn dus binnen bij Lauwman en we mogen hier filmen. Normaal gesproken mag dat niet, maar nou, gewoon, ik geef jullie een korte impressie. Let's get it. Nou, het is inmiddels de volgende dag dat jullie dit zien. Mijn camera had gisteren niet meer zoveel zin in. Dus dat is helaas niet gelukt gisteren om de video af te maken. Ik wil wel even een korte recap doen zoals ik heb gezegd natuurlijk in de video. Het Lamborghini rijden zelf was heel anders dan andere supercars die ik heb gereden. Ik heb over de afgelopen periode best wel wat supercars gereden. Zoals bijvoorbeeld de Nissan GT-R. We hebben natuurlijk de Ferrari gereden. We hebben een Aston Martin gereden. En toen de Gallardo. En ik moet zeggen dat die echt compleet anders reed. Het was niet te vergelijken. Wat ik nog wel had bij bijvoorbeeld die GTR of die Ferrari, dat ik gewoon dacht van, nou, het is echt gewoon een auto en het rijdt allemaal hetzelfde. Maar dit had ik dat eigenlijk totaal niet. Het was een hele andere ervaring. Wel vond ik het weer een super vette ervaring om mee te maken. Ik vergeet hem nooit meer in ieder geval. Wel, als ik hem misschien opnieuw zou doen, zou ik om een andere locatie kiezen. Deze locatie was in mijn ogen toch niet op en top. Het was sowieso een eenbaansweg. Het was een 80 weg en ja, daardoor was je wel wat gelimiteerd in wat je wilde doen bijvoorbeeld met zo'n supercar. Maar wel een paar keer tunnelgeluid kunnen meepakken. Het was super tof achteraf, leuke mensen. Ik heb een topdag gehad. Daarna is het natuurlijk bij Lauwman geweest, dat echt super super vet is om altijd te kijken. Dus mocht je een keer in Utrecht zijn, ga zeker langs bij Lauwman. Vraag of je wat foto's mag maken, want dan heb je er weer genoeg voor een heel jaar. Er zijn oneindig auto's, oneindig McLaren's, oneindig Lamborghinis. Maar er zijn ook Maserati dealen natuurlijk. Ik zou zeggen, ik sluit de video hier snel af. Ik moet nog even wat werk doen. Ik wil jullie toch weer bedanken voor het kijken. Zonder jullie was het natuurlijk allemaal niet mogelijk geweest. Vergeet daarom niet te abonneren, vergeet niet te liken. En dan zie ik jullie in de volgende. Mazzel!